Pomp nummer 3 in Wageningen heeft nu de focus en heeft nu echte aandacht om naar een langere periode van rust weer in functie te gaan. Hij heeft even niks hoeven te doen, maar mag nu weer binnenkort gaan werken, pomp nummer 3. Pomp nummer 3 is natuurlijk één pomp, maar van de hele vele pompen die Suriname nodig heeft. Het zij om water weg te pompen, het zij om water erin te pompen. Maar heel Suriname is afhankelijk van dat we droge voeten houden van pompen. En we weten allemaal, denk ik wel redelijkerwijs, dat er best wel een redelijke achterstand is in de ontwikkelingen van pompen. Wij als bedrijf willen ons daar ook op richten. We willen graag ons steentje, ons pompje in dit geval mogen bijdragen in de ontwikkelingen van alle pompen en alle mogelijkheden die daar zijn. Wij hebben vorig jaar een aanbesteding gehad, ook met LVV, voor de pompen van Ornamibo, Tulifo en Livorno. En we begrijpen ook, en niet dat wij daar invloed op willen uitoefenen, de financiële middelen is daar natuurlijk wel een punt van aandacht. Maar goed, daar zijn misschien ook op kortere termijn oplossingen voor te verzinnen en structuren voor te vinden. Ik zelf denk, als ik persoonlijk mag spreken, dat de ontwikkelingen met externe financieringen, ik denk dan aan de Wereldbank, ik denk aan de IDB, dat daar best misschien nog mogelijkheden zijn om daar de middelen te vinden. Of anders zijn er misschien aannemers en waar wij misschien bereid zijn om toch een keer te kijken om die dingen op gang te krijgen. Het is een heel leuk techniek, het is een uitdagende werk, alle pompgemalen, het is schitterend werk, wil ik zeggen. En we zijn ook nogmaals iedereen ontzettend dankbaar dat wij een steentje, een pompje in dit geval, daar mogen bijdragen. In het houden van droge voeten en zorgen dat de landbouw zich kan ontwikkelen. En ik heb ook nog begrepen dat het immens is als pomp nummer 3 aan de gang komt. Wat de toegevoegde waarde is in de rijstindustrie, daar waren wij zeer verbaasd over. We hebben dat een keer als uitleg mogen horen. Niet dat wij alles begrijpen daarin, maar het is onvoorstelbaar wat één pomp in productie kan doen. Ja, laten we dan gauw 20 pompen bouwen, dan zijn we er. Dank en we gaan het werk met iedereen, met veel plezier en met goede dingen maken. Dank u. Als jullie mij gevolgd hebben de afgelopen 12 maanden, dan zullen jullie een lijn ontdekt hebben qua beleid dat wij als ministerie zelf niet produceren en ook niet gaan produceren, maar we gaan ons inzetten om te voldoen aan alle randvoorwaarden welke de agrariërs nodig hebben om te kunnen produceren, om efficiënt te kunnen produceren, waarmee wij een stukje productieverhoging kunnen realiseren, maar ook een verbetering van de kwaliteit. Waterhuishouding is daar één van. Op dit moment hebben we een inzaai qua areaal van rond de 50.000, 55.000 hectare op jaarbasis. We hadden sinds mijn aantreden al een projectie gemaakt van hoe wij binnen de komende 3 tot 5 jaren zouden kunnen gaan richting een 80.000 hectare. We hebben het eerste seizoen, dat is inzaaien van november, december. En daar hebben we een realisatie gehad van, dus een stijging van rond de, met de 5000 hectare voor de hele rijsector. Jammer dat wij nu te maken hadden met de wateroverlast. En het vermoeden is dat dit seizoen wij minder gaan inzaaien. Ik hoop dat wij de 25.000 hectare gaan halen voor de totale rijsector. Natuurlijk is dat een domper op het geheel als je dat vergelijkt met een 32.000 hectare het afgelopen seizoen. Dit seizoen, als alles goed zou gaan, zouden wij qua inzaai al gaan richting de 35.000 hectare. Maar helaas, en als je kijkt naar Wageningen, tot nu toe wat ik heb gezien aan inzaai, Wageningen heeft tot nu toe helemaal niet kunnen inzaaien. Die pompen van Wageningen zijn al een gemiddeld 70 jaar oud, waren allang aan vervanging toe. Er was reeds een aanvang gemaakt ermee met pomp 3, welke genoemd is. Helaas is het halverwege ergens blijven steken. En we hebben nu een
slechts één bedrijf bereid gevonden om dat aan te pakken voor ons. Maar niet alleen Wageningen, ook andere gebieden verdienen veel aandacht. We zijn nu in uitvoering wat de pompen van Wakai betreft. Daar zijn 4 pompen geïnstalleerd die ook ouder dan 40 jaar zijn. En we zijn nu bezig te kijken van hoe even snel toch nog voor het komend seizoen minimaal 2 pompen bedrijfszeker kunnen maken. En met die ene pomp, en deze pompen hebben een behoorlijke capaciteit, hopen wij toch nog meer dan 5000 hectare ingezaaid te krijgen. En we zijn nu al begonnen, we hebben het proces al ingezet, om de overige 2 pompen ook daar een vervangen te hebben. Want niet alleen Wageningen, maar de omliggende gebieden daar, rechteroever Nikeri rivier, meer ten noorden van Wageningen, waar die vroeger ook rijstarealen had, waar geen rijst meer verbouwd wordt. Maar door een paar minimale ingrepen kun je daar toch wel een 10.000 hectare rijst extra inzaaien. Dat is alleen als alle 3 pompen werken.